Ik wil het liefst Olympisch kampioen worden. Ja, dat is toch wel echt mijn droom. Als jij dit zwemmen noemt, dan kan je beter naar het kinderbad toe gaan. Daar zwemmen ze sneller dan jij. Ja, ik vind het af en toe wel streng. Ik heb kramp. Soms iets te. Dat ja, ik neem eigenlijk wel aan dat als ik te ver zou gaan met iets, dat ze dat wel zouden zeggen. Hoop ik. Geeft heel veel aandacht. En niet echt aan de andere kinderen. Beetje raar eigenlijk. Alsof hij iets van me wil of zo. Af en toe heb ik het idee, hij zit dan net aan de. Het blijft lastig. Hij doet het gewoon heel erg leuk met de meiden. Alleen, ik vind hem wel wat ver gaan. Dus ik weet niet of dat wel echt helemaal oké is. Soms raakt hij dan per ongeluk mijn benen aan of zo. Maar ik denk niet dat hij dat met opzet doet. Ik denk op deze leeftijd dat het heel moeilijk is om er iets van te zeggen. Volgens mij vinden ze het gewoon een grapje. Ja, het leek heel echt. Word je ook van de rest van je leven gepest ermee? Want het blijft altijd op het internet staan. De telefoon is wel privé, dus daar kan ik er niet zoveel mee doen eigenlijk. Ik heb wel eens meegemaakt in een wedstrijd dat het heel duidelijk was. Dek die negen of dek die zwarte. Maar soms zijn het ook hele impliciete vormen. Van die kleine onderhuidse opmerkingjes waar je niet echt een klacht tegen kan doen. Doe het toch goed, maar ga naar je eigen kant, man. Het frustreert toch wel. Ja, je eigen kant, je hoort me goed, toch?